Maar kan het ook zo zijn dat die underground, dat is altijd, zeg maar zeggen, dat is ook de rol van de underground. Gefragmentariseerd, niet bekend en het per probeert vanzelf wel omhoog. Dus doe vooral wat je doet op je eigen niveau. Misschien moet je helemaal geen tijd besteden naar een andere, want dan gaat het niet te kort verder. En dan is er wel een laag, dat sijpelt vanzelf naar boven. Misschien gaat het wel vanzelf. Misschien moet je kijken naar de laag daarboven. Het is natuurlijk een zorg, ja, van de aankomst van woorden vanmorgen ook al heel erg. Ja, we zijn misschien al te laat. Ja, daar is weer een ander aspect bij. Maar wat je net zei, dat sijpel omhoog, daar is de rol van de journalist ineens actueel. Want die moet dus erop uit om te kijken wat er aan de hand is. En die vertelt dat aan de bovenwereld. Zeg maar, als je de onderwereld en de bovenwereld. Underground. Maar intussen geef je ook een waardering mee van die zaken, volgens mij, die je erover schrijft. Ja, neem stelling. Kiezen. Ongelooflijk veel invloed op, ja. En in Nederland, is goed nieuws is geen nieuws in Nederland. Ja, maar slecht nieuws komt überhaupt niet in de media, hè? Nee, juist wel. Rampen, dat is mooi. Nee, ja, maar het structurele slecht nieuws. Ja, dat is echt. Dat is wat waar hij het over had, wat ik zeg. Dat is er ook. En dat maakt het nodig om dingen te doen. Hè? De noodzaak om te veranderen, die wordt voorkomen niet onderkend. En, maar het is leuk dat er veel initiatieven zijn die in wezen een stuk van oplossing kan geven. Ik vraag me ook af in hoeverre dat de bovenwereld, om even de term aan te houden, het wil zien, omdat het vraagt van de bovenwereld om echt systemisch te veranderen. Het vraagt van de overheid om niet meer in wetgeving te denken, maar om in participatie te denken. Het vraagt van bedrijven om samen te werken, in plaats van in concurrentie te denken. En om andere vormen van eigenaarschap te rondom producten. Een Siemens die kan een levenslange wasmachine produceren, maar dat vraagt een ander eigendomsmodel en een ander businessmodel waarmee zij nog een recht van bestaan hebben. En dus het vraagt heel veel van de bovenwereld, waarin je kunt afvragen in hoeverre is de bovenwereld al in staat om het überhaupt te zien. Zelfs als het gecommuniceerd wordt, zeg maar, wordt het niet dan nog klein gemaakt. En dat waarschijnlijk wel. Er zit daar een kip-ei-probleem in ook. Ja. Je wil ook niet de eerste zijn die begint. Nee, maar waarschijnlijk wel. Maar dat geeft het niet. Want we kijken naar Nokia, dat was 10 jaar geleden, was Nokia de fabrikant van telefoon. Nou, die is weg. Dus het kan ook heel snel gaan. Dus voor mij moet helemaal niet gokken op de Siemens en de grote clubs van deze, want het zit niet veel meer in de kleine dingen. Hè. Die phoneblok, dat is fantastisch. Ja. Nou, dat hoeft maar even aan te slaan en Apple is weg. Ja, maar het duurt 5 jaar. Of je inderdaad ook iets als financieel systeem waar we mee te maken hebben. Of je dat met kleine initiatieven, hoewel Bitcoin is natuurlijk interessant. Of je echt de dingen, die aan de kern liggen van een economie, zeg maar, of je die met kleine bottom-up initiatieven kan veranderen. Ik heb daar het antwoord niet op. Ik denk dat er te veel mensen bovenin zitten die het graag zo willen houden. Is de vraag eigenlijk of kleine initiatieven wat groot kunnen worden als een economie eigenlijk op een andere manier naar dat initiatief kijkt? Ja, er is een heel goed voorbeeld wat laat zien dat het wel kan en dat het werkt en dat is de impact die de biologische landbouw heeft gehad op de intensieve veehouderij. De intensieve veehouderij hebben we nog in Nederland, maar het gaat ons ook echt niet lukken om de hele reguliere landbouw biologisch te maken, dan niet op korte termijn. Maar je ziet wel dat dat biologische landbouw echt de wegwijzer is geweest voor de reguliere landbouw om te verduurzamen. En er is absoluut nog een hele lange weg te gaan. Maar dan zie je wel iets wat eigenlijk heel klein begon en wat door mensen die dan belangen hebben bij de intensieve veehouderij een beetje werd weggestopt in een hoekje van nou, het is kleinschalig, het is extensief en we kunnen de wereld niet mee voeden en dan schuift ze in de sokken en zo. Het kreeg bewust een imago opgeplakt zonder onderbouwing. En toch heeft die biologische landbouw, het groeit veel meer dan andere sectoren. En ze hebben echt de weg gewezen naar het verduurzamen van de reguliere landbouw. En volgens mij ligt wel een rol voor de overheid om de goede voorbeelden eruit te pakken en misschien onderzoek te financieren. Dat in ieder geval. Als je zegt overheid, bedoel je politiek, denk ik, hè? Want de overheid zelf is niet. Ja, nou goed, uiteindelijk heeft de politiek wel
zeg maar, ja, de keuze waar het geld aan besteed wordt. Ja. En als je dan onderzoeksbudgetten hebt, dus er zitten in het topsectorenbeleid, er zitten wel een paar potjes ook voor de biologische landbouw, die onderzoeksgeld te geven. Dat zijn ook voorstellen die wij gesteund hebben. Nee, maar als je kijkt naar juist die potjes, of potjes naar, laten we zeggen, voor de olie-economie, die potjes zijn veel groter. Dus, en kijk naar het biologisch landbouw, dat zijn veel kleine potjes. Dus dat is uiteindelijk niet de overheid die dan dat besneedt, gewoon politiek en de keuze die mensen maken. En daar helpt de pers wel weer bij. En daar kan de pers enorm helpen. Dus ik zal het boogie maken, jongens. Nee, maar serieus, wat de VVD en CDA voor de topsectoren instellen, je hebt daar heel veel over nagedacht. Nou, daar gaan niet miljarden naar het opschalen van het kleinschalige. Daar gaan miljarden naar het nog meer groter maken van wat er wel is. Dat klinkt heel pessimistisch. Ja. Dan gaan miljarden naar groter maken wat al groot is. Maar als je nu kijkt hoe de supermarktbranche gewoon onder vuur ligt door alle voedselschandalen van de laatste tijd, dan denk ik van nou. Wij zijn met elkaar, zoals hier zitten, wel echt een luis in de pels voor om de bestaande systemen ter discussie te stellen. Dus maar die voedselschandaal komen dus niet, maar dat is geen verdienste van ons. Dat is gewoon van de grote, dat is gewoon de wal die het schip keert. Ze doen het zichzelf aan. Daarom. En daar kunnen we wel gebruik van maken. En daar moet de pers ook veel harder, wat ons betreft, overschrijven. Van jongens, dit is niet van een incident, nee, dit is een ineenstorting van het systeem. Dus nogmaals, je stemt uiteindelijk toch in de politiek en die zegt van, die moet versterken wat hier gebeurt. Ja. Dus een wisselwerking enerzijds tussen wat media oppikt, wat journalisten doen, en de beslissingen die de politiek daar aan de hand daarvan eigenlijk weer neemt, en de rol die de burger neemt. Het is een driehoek die kennelijk niet helemaal... Nou ja, een vierhoek, want de grote bedrijven, die hebben maar, kijk, zolang winstmaximalisatie... de bottom line is. Mm-hmm. En niet wat je nu wat doet, dat triple reporting, dat je ook over sociale impact en ecologische impact, als je dat niet integraal opneemt in je financiële huishouding, dat moet gebeuren, dat gaat echt niet vrijwillig gebeuren. En de externaliteiten meerekenen. Precies. Maar daarmee kom je op een van de grote bottlenecks, nu waar de politiek aan iets zou moeten doen, dat er een oneerlijke concurrentie is. Ofwel geen fair playing field, dat net het over dat de olieindustrie heeft makkelijker regels dan de windmolenindustrie. Zelfs in geld miljoenen verschil. In de landbouw, gang de landbouw hoeft niet te betalen voor verontreiniging van bodem, van drinkwater enzovoort. Als dat geregeld zou worden, zou maar daar zit een tegenspraak in, want we zeggen hier net, kijk, wij willen voor onszelf en voor onze kleinschaligheid en onze energie, positieve energie, zouden we eigenlijk minder regels willen. Het gaat wel om een markt, zeg maar, om een veld, om gelijk kans te hebben. Ja. Volgens mij zegt hier niemand dat er geen regels nodig zijn. Maar die experimenteerruimtes, die heb je wel nodig. Je hebt die nodig en die worden wel degelijk vaak tegengehouden door regelzucht van de overheid. Dus die ruimtes heb je nodig, maar het punt is, en dat is wat we zijn, hoe zorg je ervoor dat dat soort experimenteerruimtes op een gegeven moment bij elkaar komen en dat naar boven doordruppelt. En dan komt op een gegeven moment natuurlijk de politiek die wel degelijk aan het zetten is, om dat niet alleen te faciliteren, maar ook gewoon keihard te reguleren met beprijzing en alles. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het naar boven doordruppelen, dat weten we allemaal. Het komt wel. De grote vraag is, komt het op tijd? Gaat het snel genoeg? Ja. Ik denk dat het niet snel genoeg gaat. Dus daar moeten we wat tempo maken, zodat het doorcijpelen wat opschiet. En dan denk ik dat we moeten... Dan moeten we twee dingen denk ik doen. En de eerste is een beetje het cynisme overwinnen. In Nederland, maar ook elders. Ik ben Europarlementariër, dus je ziet er is veel cynisme gewoon. Er is veel cynisme van al die kleine initiatieven. Dat is een beetje klein bier. Daar ga je de wereld niet mee veranderen. En dan ga je duurzame energie is leuk zo'n windmolentje. Maar we hebben uiteindelijk voor die fabrieken hebben we gewoon echt even gewoon een kolencentraal of een kerncentraal. Ja, een beetje grote stoelwerk. Ja, dus dat cynisme moeten we overwinnen. Daar heb je wel degelijk massa voor nodig. Dus daarvoor heb je dus die kleine initiatieven moeten doordruppelen en laten zien van jongens, het kan echt ook wel anders.
Maar het tweede is, en dat is, we moeten niet naïef doen, je moet uiteindelijk, er zijn gewoon heel veel belangenbehartigers die hier tegenin gaan. Dat is gewoon een keihard effect elke dag. En dat is die, er zijn genoeg bedrijven, die willen het gewoon niet. Maar die hebben belang bij schaarste die zij controleren. Terwijl er eigenlijk, hè, we hebben het altijd over schaarste, maar er is op zich lokaal, kan er heel veel overvloed zijn, maar dat wordt bewust weggedrukt, omdat die grote bedrijven daar belang bij hebben. En dat is denk ik ook iets wat je moet overwinnen. En daar heb je uiteindelijk al overheid voor. Daar werken natuurlijk mensen, dat zijn wij hier, dat zijn de burgers. Dus je hebt twee, je bent aan de ene kant ben je een consument van de producten van de grote bedrijven, maar je bent ook als burger medewerker in de productie bij die grote bedrijven. Daar zit natuurlijk wel dat dualisme, daar zitten die twee petten eigenlijk als medewerker in een bedrijf, zitten ze bij elkaar. Het is ook dus eigenlijk de burger die dit produceert, enerzijds kan hij dat doen in dienst van een CEO. Hij kan ook op een gegeven moment denken, maar ja, wacht even, dit is geen duurzame manier van produceren, waarom gaan we dat niet als burgers zelf doen? Maar volgens mij heeft dat dus ook heel erg, ik vind bewustzijnscrisis echt, een vriend zei dat laatst, dat vind ik wel echt een goed woord. En het mooiste voorbeeld vind ik die plofkipcampagne, want we aten allemaal, nou ik ben vegetariër, maar we aten allemaal plofkip. Maar op het moment dat we het op een plaatje zagen hoe slecht die kip eruit zag, dachten we allemaal, oh nee, toch maar niet, dat is geen goed idee, ik ben hier met iets slechts bezig. Het gaat echt op een manier van informeren en dat mensen zich bewust worden van dingen. Ja, zingeving dus. Ja, maar ook gewoon voor je neus zien wat je als burger zelf wel of niet bijdraagt aan iets. Maar wil je juist niet dingen communiceren waar ze daadwerkelijk iets aan kunnen bijdragen? Doe niet van oké, we moeten iets niet doen. Of we moeten aan de overheid vragen om iets niet te doen, iets te veranderen. Maar dat we kijken wat we op een lokaal niveau zelf kunnen doen. Door het zichten van een voedselcollectief of versfoco of... Dat soort initiatieven. Dat is vaak veel inspirerend, dat is natuurlijk ook het hele uitgangspunt van deze dag. Hoeveel Transition Towns initiatieven zijn er inmiddels wereldwijd? Wereldwijd kom je in de richting van de 1000. Wat is het totale landbouwareaal van die Transition Towns bij elkaar opgeteld? Dan kun je zeggen dat als je deelnemer was een lokaal initiatief, ben je vertegenwoordiger van een multinational met een behoorlijke... Ja. Ik wil even die plofkip reageren, want iedere keer als er een campagne was tegen de plofkip, wat ik ook ondersteun, werd er meer kip verkocht. Dat is echt ongelooflijk. Wat? Maar goed, ze hebben dat goed. Volgens mij kan dat ook heel erg. Ja, ik wil even een verhaal afmaken. Ja, want bedoel, ik zag dat zo'n campagne wordt georganiseerd. Ik ben bij kippenboeren geweest, van biologisch tot intensief. En volgens mij wordt wel een vrij genuanceerd beeld neergezet. Maar goed, het heeft wel een beweging in de samenleving op gang gebracht. En ook bij de supermarkt om te kijken van hoe kunnen we nou de kip verduurzamen. Nou, de kip van morgen hebben we bedacht. Die komt niet morgen, maar die komt over een paar jaar. Want dat is de fokker, et cetera. En wat er dan gebeurt is dat de Albert Heijn, Jumbo en alle andere supermarkten, die gaan bedenken van wat zou de consument in 2020 voor zijn kip willen betalen. En dan wordt er vervolgens gewoon gekeken van nou, wat moet de Albert Heijn daarvan overhouden? Wat moet het slagbedrijf daarvan overhouden? Alle andere bedrijven in de keten. En uiteindelijk wordt tegen de boer gezegd van nou, dit krijg je nog voor je kip. Wat kun je op dat gebied doen, op het gebied van welzijn, milieu, et cetera. Dus het is een hele kleine stap. Ik geloof de grootte van een mobiele telefoon krijgt een kip erbij. Dus het is echt gewoon een hele kleine stap. Maar zou je dat ondersteunen? Ik ondersteun de kip van morgen, omdat het is een initiatief vanuit de markt. Maar ik wil ook even een dilemma weergeven. Want moet je voorstellen dat ik nou zou zeggen, ik vind het te weinig. Ik vind het te weinig, hè? Ik ga nu onze Nederlandse boeren ga ik zeggen van nou, een kip moet twee mobieltjes extra ruimte krijgen. Ja, maar even, tot 80% van onze kippen is voor de export. Dus dat betekent dat als ik het hier in Nederland ga opleggen, even buiten Europese regels om, dat gewoon onze kippensector omvalt. Dat moet je toejuichen, want de kippensector in Nederland is in financiële waarde. Dat zijn we uitgepraat. Nee, maar dat is 1,5%. En dat heeft. Kijk nou even waar we hier over hebben, over die transitie. Die kipindustrie die legt zo'n beslag en importeert zoveel grondstoffen van buiten om zo'n kip te maken die je vervolgens weer gaat exporteren.
Het is zo'n onhandige manier om een waardeketen op te bouwen. Dat moet je helemaal niet willen. Maar kijk, Nederland is ook Nederland is koploper. Dus ben je niet uitgepraat. Je kan van alles vinden dan onze Nederlandse landbouw, maar wij zijn koploper wereldwijd als het gaat om milieu en dierenwelzijn. Het gaat heel veel niet goed. Maar als je onze kippen vergelijkt met die in Roemenië of andere landen, dan doen wij het gewoon echt. Ja, maar dan moet je dat niet mee vergelijken. En dan denk ik van, als we nou vanuit de marktinitiatieven komen, om een klein stapje vooruit te zetten, wat haalbaar is, waar kennelijk een consument bereid is om te betalen. Dan kijk ik ook even naar onszelf. Ik ben ook bijna vegetariër. Ik heb sowieso al een jaar geen kip meer. Maar dan denk ik van, dan kunnen we als Nederland toch ook een rol op ons nemen om te kijken van hoe kunnen we vanuit onze Nederlandse landbouw Europees kijken, hoe kunnen we iedere keer dat level omhoog brengen, zodat er nog meer dieren was en nog meer beter milieueisen komen, et cetera. Ik zou het niet doen. Ik zou zeggen van het idee alleen al in 2020 een kip, een grote, en hebben alles berekend en dan heeft een kip de grootte van de mobiele telefoon erbij. Het idee is dan worden die telefoons wel steeds groter. Nu kan die van iPad ook zeggen. Ook voor die boerengezinnen. Per week stoppen er 50 boeren. Want het levert gewoon niet uit. Je kan veel beter met die boer om tafel zitten. En zeggen, joh, wat krijgen ze voor kippen? 40 cent of zo? Belachelijk. Wat moet er gebeuren dat die boeren 3 euro per kip krijgen? En dan gaan we de helft minder en dan gaan we kort minder vlees eten. Voor 4 is het duur. Maar eerst is het ook een beetje groot vis is klein. Want je kunt zeggen, je kunt niet tegen zijn. En ik snap die gedachte gewoon helemaal. Nou, nee, maar ik wil niet zeggen dat je ervoor moet zijn. Snap je? Het is niet een klein stapje de goede kant op gaat, daar kun je niet tegen zijn. Maar wil niet zeggen dat je ervoor moet zijn. Nee. En op het moment dat je zegt, dit is het, dan focus je dus helemaal op wat de markt, de grote markt zelf aanreikt. Hij is natuurlijk wel te zeggen. En hoe vinden we economie? Dat vragen we ons ook dan. Maar dan vind ik me weer terug bij de pers en de media. Ja, ik heb het nog niet gehoord. Hoe is die verandering? Nee, je gaat gewoon andere initiatieven ook ondersteunen. Nou ja, precies. Om goede voorbeelden neer te zetten. En dit is dan ook een van die. Ja. Dan gaan we met z'n allen. Wat jij schetst is natuurlijk wel een hele heldere. Waar we vandaag ook heel vaak tegen aangebotst zijn. Laat je de kaders van de manier waarop wij nu denken over onze economie en waarop onze financiële economie is ingelicht. Laat je die staan. Dan ontkom je niet aan dat soort beslissingen. En pas op het moment dat je echt op een andere manier over economie gaat nadenken, en wat heeft nou waarde, en waar word je gelukkig van, en wat betekent dat dan? Dan kun je de kip natuurlijk ook alle ruimte geven die je wil. Maar dan moet je dus loslaten dat je 200 miljoen aan het exporteren bent. En dat is een heel lastig dilemma, want die stap kun je niet in Nederland maken. En als je dan kijkt van wat wil die duurzame burger? Dat kun je niet in eentje maken, dan moet je eigenlijk Europees niveau doen. En misschien zelfs dat niet eens. Je moet gewoon eerst starten en dan haalt het vanzelf op. Ja, en dat vond ik dan weer geen aantrekking. Dan bouwen we een voorbeeld. Ik wil nog even een casus inbrengen. Ik ben helemaal voorstander. Daarom zit ik hier ook. En we hebben een motie klaar liggen om op een andere manier naar onze economie te kijken. En we wachten gewoon op steun van de Partij van de Arbeid. Dan hebben we hem binnen. Dan gaan we niet alleen kijken naar financiën, maar ook naar economie, naar sociale factoren. Maar afgelopen week, Aldel in Groningen, krijgt bijna gratis energie. Hun energiebelasting is ten opzichte van wat gezinnen en MKB betalen, bijna niks. Ze hoeven niks te betalen voor hun Europese emissiehandelssysteem, voor de certificaten. Krijgen ze wel gratis, omdat ze groot verbruiker zijn. Maar ze lopen het Aldel, aluminiumfabriek. Maar waar ze tegenaan lopen, is dat Duitsland heeft bedacht van die krijgen 90% korting op de transportkosten voor energie. Dan denk ik van eigenlijk wil ik gewoon niet dat een bedrijf, wat al zo ontzettend veel voordelen heeft op het gebied van energie, wat milieuvervuiling is, et cetera, wil ik gewoon niet nog goedkoper energie geven. Ik wil liever dat ze investeren in energiebesparing. Ja. Maar als ik nou niks doe, dan zijn er gewoon 450 mensen werkloos in Groningen. Ja, even een dilemma hoor. Met alle mooie idealen. Ik wil gewoon dat die mensen aan het werk houden. Dus ik heb gezegd, doe maar. Weet je, we hebben een uitvoerige discussie over gehad. Ja, dan moet je transportkosten 90% korting. En weet je, dat is even de realiteit. Ja, je kan enorm voor milieu en ecologie. Maar je hebt ook gewoon de mensen aan het werk te houden. En aan de ene kant ja. Maar aan de andere kant, nou zegt Aldel dat en volgende. En die krijgen het. Of verpozen zich het volgende. De chantage. Maar dat is waar ik naar doe. Want op Europees niveau te regelen.
Dat betekent dat als je individueel, dan heb je dus nog wel een baan, maar dan komt er ook aan het einde van de maand weer straks weer zoveel tientjes of zoveel honderd euro minder op je bankrekening. Schiet je daar dan wel mee op? Ja, dus, ja, ik ben het niet eens. Adel, die krijgt nu de korting, maar dat moet ook, om te voorkomen dat wij niet meer in schatkist rijden, wordt het waarschijnlijk omgeslagen over het MKB en over gezinnen. Die betalen al relatief veel. Ja, precies. En het zit mij enorm in de weg, maar welke andere keuze heb je? Ik kan wel even wat realiteit in de weg. Ja, die vind ik toch weer anders, die vind ik toch weer van andere orde dan levende wezens. Nou, als ik het vertaal naar de vraag waar we tegen aangelopen zijn, zie je dat het voor het individu eigenlijk dezelfde soort problematiek is. Dus misschien wil je wel iets veranderen, wil je wel een aantrekkelijk alternatief toe, maar als andere mensen dat niet doen, of hoe krijg je andere mensen mee? Ben je de eerste? Het systeem staat dat nog niet toe, je wordt door regels tegengewerkt. Dus het lijkt wel alsof iedereen een beetje op elkaar zit te wachten. En dan is de vraag, wat haalt ons dan over om te gaan beginnen? Maar het is natuurlijk heel mooi dat je niet lopen. Kijk, één ding is dat het dilemma wat je net schetst, hè, en dat heb je ook met de kippenboerderijen geschetst. En, dat speelt natuurlijk overal. Ja. Overal staan bedrijfstakken op onval, bijna op onval. Of de huur naar kijk, dan gebeurt het wel. Je bracht het geluid. Maar dan gaat het ook over werkloosheid. Je kunt nu alvast wel bedenken dat het sowieso goed is om in te zetten op kleinschalige alternatieven, wat die ook zijn. Ja. Omdat de mensen die straks op welke bedrijfstak ook geloofd gaan worden, dat die wel een toekomst ergens kunnen gaan vinden. En niet alleen maar in het systeem terechtkomen waar alleen die grote alternatieven zijn. Dan heb je het weer over het thema van Transition Towns 4. Maar er zit ook dan in die transitie, dat geloof ik ook wel. De overheid moet daar ruimte aan geven. Maar dan is het misschien wel belangrijk om in te zetten op die. Ik wil niet zeggen dat je geen keuze moet maken over een aluminiumfabriek. Maar maak in elk geval ook keuzes en besteed minstens zoveel aandacht aan duurzame, kleinschalige alternatieven. Ja, we hebben een nota in de maak over lokale initiatieven. Lokale duurzame energieopwekking. En ja, dat is vooral een nota over wat we moeten laten. Want volgens mij regels zitten in de weg. Dus die zullen aan kampen aanbieden waarschijnlijk bij de energiebegroting. Omdat ik inderdaad wel zie van de grote energiesystemen die houden niet meer. We houden nu met heel veel subsidie houden we kolencentrales in. Dat zit me enorm in de weg. Dus ik denk de kolencentrales moeten gewoon sluiten. De kolenbelasting moet omhoog. En we moeten overstap maken van groot fossiel naar duurzaam decentraal. Dus daar sta ik ook helemaal achter. Lijkt mij een heel mooi slot van deze discussie. We gaan zo direct nog even voor de mensen die daar nog tijd voor hebben. Ik weet dat er een paar mensen in de web willen. Is er nog wel ruimte om even na te praten met een borrel? Of een leuk boekje te kopen. Of een leuk boekje te kopen. Waar bijzondere informatie is dan. Voor de mensen die even een stapje verder nemen. Of die nog niet precies weten wat het toch is. Wat mij betreft, dit is het einde van vandaag. Maar niet het einde van het idee van jou. Wat is dan dat aantrekkelijke alternatief? Dat wil niet zeggen dat ik hier een of andere beweging van ga maken. Als aparte standpunt gaan opstarten. Maar ik vind het wel leuk om in ieder geval de verslaglegging van vandaag nog te verspreiden. En eventueel ook voor de geïnteresseerden in dat schrift en ik heb de dingen opgenomen. En ik heb van Perry, die helaas niet eerder weg moest, die er bij Sint-Christie heeft aangeboden om het conference te doen. Dus het aanscherpen van ja, maar wat is dan dat aantrekkelijke alternatief? Dat kunnen we op verschillende plekken in Nederland met mensen die hier vandaag wel bij wilden zijn, maar nog niet bij konden zijn. Nog een keer in de herhaling doen en kijken of we dan ook dat alternatief wat scherper kunnen krijgen. Daar waar we nu nog echt heel erg geworsteld hebben met wat is dat dan. Voor de mensen die hier aanwezig waren vandaag, in ieder geval namens mij hartelijk dank. En ik hoop heel erg, keynote listeners, dat jullie hier wat aan mee kunnen nemen. Ik heb geen presentjes in flessen wijn en boeken en ingewikkelde dingen. We hebben gewoon een verhaal voor jullie geprobeerd te schetsen, hoe wij het voelen. En ik hoop dat dat voor jullie waar is. Ja, absoluut. Bedankt.